Goedemorgen hier vanuit de Elst, gemeente Overbetuwe. En ja, je kunt echt wel zien dat je in de Overbetuwe bent in de gemeente. Want alle mensen krijgen hier volgens mij een appeltje. En dat heeft alles te maken met natuurlijk de Betuwe. De komende uren gaan we eens even kijken hoe het gaat met de eerste dag van de wandelaars. En wat ik ook wil weten, we staan hier tegenover de VIP-tent van de burgemeester. En de gemeente Overbetuwe heeft een nieuwe burgemeester. Dat is Patricia Hoijtink. We laten maar eens even naar naartoe lopen en even vragen hoe het haar bevalt natuurlijk. Hè. Vanochtend moest ze waarschijnlijk heel vroeg op om al die wandelaars hier natuurlijk vroeg welkom te heten. We gaan eens even kijken. Hier is de VIP-tent zoals je ziet. We lopen even naar naartoe. De burgemeester, de nieuwe burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het hier? Ja, super. Een beetje aan het genieten? Ja, heel erg. Het is vroeg, maar het is een feestje alsof het ver in de middag is. Want hoe laat was u vanochtend op? 4:30 ging de wekker. En ik ben 5:30 naar Oosterhout gegaan. De eerste plaats waar de wandelaars onze gemeente inkomen. Ja, en daar was het al feest. Beschuit met blauwe muisjes. Ja, in het blauw vandaag. Ja. Hè? De blauwe dinsdag wordt het genoemd. Ja, het is echt blauwe dinsdag. En u kunt het zien, het hele college is in blauw. Alle onze ondernemers en inwoners doen ook mee. Alles is blauw gekleurd en je ziet het onder de wandelaars ook steeds meer. Het is inmiddels het derde of het vierde jaar. Hoe bevalt het nu als nieuwe burgemeester? Ja, heel goed. Het is de eerste keer, dus dat is ook al bijzonder. Want hier zoveel wandelaars door onze dorpsstraat komen. Maar het is één groot feest. Goede sfeer en leuke mensen, positiviteit. U bent een beetje trots. Ja, ik ben heel erg trots. Ja. Wat heeft u dan speciaal iets voor de wandelaars georganiseerd? Ik zie dat ze gratis koffie en thee kunnen krijgen. Ja, hiernaast is koffie. Doen ondernemers doen veel. Wij als gemeente doen een aantal dingen. Hier achter dit podium is koffie voor ze. En onderweg ontvangst en van alles en nog wat. En we hebben 4 kernen die meedoen. Slijk, Ewijk en Valberg ook nog. Dus het is een groot deel door onze gemeente. En hier hebben ze ongeveer 18 kilometer gelopen. Ze zijn nog fit. Het is eigenlijk nog vroeg, maar iedereen zit al helemaal in feeststemming. Ja, ik was hier vanochtend om 6:00 en toen kwamen de eerste wandelaars al binnen. Hè? Ja, want de eerste start om 4:00, de 50 kilometer. En die echt hard lopen, die zijn daar al vooruit. Dus klopt. Hoe is het met de sportiviteit van de burgemeester? Ja, ik zeg al, ik heb wat niet helemaal wandelschoenen aan. Ze zijn wel blauw, maar ze zijn mooie hakjes. Ik heb op de kleur uitgekozen. Niet zozeer op de functionaliteit. En ik heb net een stukje gelopen in Oosterhout, maar dat was echt een klein stukje. Dus ik doe wel de Sunset March zo, hè. Dat is een kilometer. Ah, goedemorgen. Ja, succes. Ja. Maar ik blijf hier toch op het podium om vooral alle wandelaars een hart onder de riem te steken en aan te moedigen. Superleuk. En onze sportiviteit bestaat uit 8:00 hier op het bordes. En vandaag heel veel handjes schudden. Ja, klopt. Ik denk meer dan ik ooit heb gedaan. Leuk. Maak er een mooie dag van. Ja, en bedankt en veel plezier. Dankjewel. Ja, dankjewel. Goedemorgen hier vanuit een geweldige Elst. Jij noemde straks al 15 graden. Nou, volgens mij hebben die wandelaars die temperatuur dik verdiend. Het is volgens mij een lekkere temperatuur om te gaan wandelen. En kijk wat een drukte. De versnaperingen worden hier uitgedeeld. Dat is ook ontzettend mooi. Ik zal eens even naar die mevrouw toelopen. U bent wat lekkers uit aan het delen, hè? Ja, zeker. Gezondheid, hè? Ja, dat hoort echt bij de Betuwe, toch? Ja, helemaal. Het fruit, hè? Het fruitland. Wordt het een beetje gewaardeerd? Ja, zeer zeker. Ja, toch wel? Mensen zijn er gek op. Ja. Ja. Kijk, meneer. Lekker appeltje. De banaantjes en de appeltjes en de mandarijntjes. Het gaat er allemaal goed in. Dus. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Hey, veel plezier vandaag nog dankjewel. Met het uitdelen van die lekkere appeltjes. Gaat helemaal lukken. Goed zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Fantastisch. Ja, lukt het een beetje? Ja, helemaal wel. Waar komt u vandaan? Bemmel. Bemmel? Bemmel. Oh, dan bent u bijna thuis. Ja, bijna thuis. En thuis wacht het front nog even op u? Ja, een biertje erbij. Komt altijd goed. Ja? Ja. Hey, voor de hoeveelste keer loopt u mee? Zesde. Zesde? Ja. Oh, makkie. Een eitje. Ja. Gewoon niet trainen, alle energie sparen. Klaar. Niet trainen? Nee, natuurlijk niet. Oh, wat raar. Nee. Hoort dat niet, een beetje trainen? Nee. Gewoon schoenen aanlopen, toch? En je hebt lange benen, dus je bent zo thuis. Goddelijke lange benen. Nou, succes vandaag. Hoi. Ja, mensen lopen allemaal zo snel, dat heb je in de gaten. Kijk eens. Dag meneer, hoe gaat het? Ja, natuurlijk. Gaat goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, wat een sfeertje hier in Elst, hè? Het is geweldig. Volop genieten. Ja, ik heb het door. Ja, zien jullie ook gaan genieten? Ja, waar komt u vandaan? Wij komen uit Boksmeer. Boksmeer, dat is ook niet zo heel ver hier vandaan. Een kilometer of 30, denk ik. En u loopt alleen? Nee, samen met mijn vriendin. Oh, met een vriendin? Ja. Die is er even vandoor gegaan? Nee, die is er wel. Ja, die wil niet op camera. Dat weet ik niet. Hey, veel plezier, geniet er lekker van. Ga ik doen. Daar.
Ja, goedemorgen. Even een rustpauze genomen. Dat doen andere wandelaars hier in Elst. Elst is toch een beetje het hoogtepunt een beetje van de dag. Hè? De dag van Elst, de blauwe dag. Zo noemen ze het ook een beetje. Ja. Meneer, u komt uit Nijverdal. Ja, ik kom uit Nijverdal. Ik loop nu voor de 24e keer de Nijmeegse Vierdaagse. Ongelooflijk. Ja, ik zeg... Een feestweek voor ons. Ja, we staan op de camping in Groesbeek en ja, altijd gezellig. Ja, dus ieder jaar in Groesbeek op de camping? Ieder jaar in Groesbeek op de camping. Op de fiets naar Nijmegen. Heerlijk. En waarom de rustpauze ook in Elst? Ja, dus ongeveer de helft van de 40 en was ook altijd de helft ongeveer van de 50 kilometer. Ik loop nu een paar jaar de 40, omdat het mag gezien mijn leeftijd. En ja, het is gewoon een feestweek. Gewoon. Ja. En uw maat is er al vandoor? Mijn maat die wou doorlopen, maar die haal ik straks zo weer in. Een andere rustpauze ergens? Nee, die loopt iets langzamer, dus die haal ik zo wel weer in. Dus, Maar vertel mij nou eens, hè, wat is er nou zo leuk aan die Vierdaagse? Ja, wat is er zo leuk aan de Vierdaagse? De sfeer eromheen, de mensen. Ja, je loopt ja, gewoon vanzelf, laat ik het zo zeggen. Nou, vanzelf? Ja. Ik vind het tegenvallen hoor, vanzelf lopen. Ja, de mensen in alle plaatsjes die hemelen lopen het wel op. Oké. Dus, ja, je loopt natuurlijk nooit alleen. Hè? Je loopt met al die mensen hier. Ja. Ik ga even naar de dames die tegenover jou zitten. Dames, goeiedag. Hallo. Hey, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Zwolle. Zwolle? Oké. Okay. En hoe vind je de omgeving hier? Ja, fantastisch. Het sfeertje, hartstikke leuk. Het is voor ons in tegenstelling dat die meneer de eerste keer dat wij meelopen. Dus, En wat heeft jullie ertoe bedacht om te gaan lopen hier, de Vierdaagse? Ja, beantwoorden. Geen idee. Ja, gewoon een keertje willen lopen. En bevalt het tot nu toe? Ja, nee. Je zit heel ontspannen erbij, hè? Ja, we zijn net begonnen. Ah, maar goed, het is wel vier dagen die heel zwaar zijn, hè? Ja, maar het is de eerste dagje, hè? Dus ik denk dat als je nu over 3 dagen weer vraagt, dan zitten we minder. Oh, dan zitten jullie heel droevig erbij. Zo van, waar zijn we aan begonnen? Ja, precies, waarschijnlijk. Nou, rust nog even lekker uit. Geniet ervan van de fruit, want we zitten in de Betuwe, dat weten jullie. De Betuwe staat bekend om de fruit, hè? Gratis fruit, gratis koffie. Ja, daarom zitten jullie hier, gratis, hè? Nou, dames, veel plezier. Geniet ervan. Ja, dankjewel. U ook. Ja, goedemorgen hier van een enthousiaste Elf. DJ die staat te draaien en wat een menigte. Het wordt alleen maar drukker, drukker en drukker. Mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, prima. Lekker aan het wandelen? Ja. Wat een sfeertje hier in Elst, hè? Super. Het is de eerste keer, maar echt super. Ook al de eerste keer. Ik spreek allemaal mensen die vandaag voor de eerste keer lopen. Oké. Okay. Ja, ik doe het ook voor de eerste keer. En u loopt met? Mijn broer, die doet het voor de derde keer. Maar die is wel wat langer als u. Ja, die is wat langer. Maar geeft dat geen problemen? Nee, geen problemen met de tempo. We kunnen prima samen lopen. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Almelo. Ja, ik dacht al zoiets te horen. U kent Ilse de Lange goed? Ja, ik ken Ilse de Lange heel goed. Ja? Oké. Okay. Kunt u ook een beetje zingen of dat niet? Nee, dat doen we vandaag niet aan. Een klein stukje. Nee, ook een klein stukje. Great Escape. Nee, ook niet. Hey, maar die 4 dagen, gaan die vanzelf? Ja, we lopen hem gewoon uit. Goed geoefend? Heel goed geoefend. Ja. Moet kunnen. Wat wordt de mooiste dag? De laatste dag. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Waarom wordt die de mooiste dan volgens u? Ja, dan leef je toch al een half jaar naartoe, hè? Ja? Ja. Ga ik u vrijdag weer zien? Ja, zeker. Gaat u dan met mij samen zingen? Dan ga ik samen met u zingen. Oh, afgesproken. Oké, afgesproken. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, hoor je het? We gaan vrijdag samen zingen. Oh. Wil je niet horen, maar dat maakt niet uit. Cool. Goed, tot zover Peter vanaf... De Dorpstraat in Elst, waar we staan met onze meerkamerregie. En waar we je gaan verblijden de komende 3 uur nog met prachtige beelden vanuit Elst en vanuit de doortocht al daar. In de Dorpstraat, wat een mensen. Ik zie hier 2 dames lopen, daar wil ik even naartoe lopen. Dames, goeiedag. Hallo. Beetje enthousiast? Ja hoor. Waarom ben je zo verschrikt? Oh, verschrikt? Nee. Oh. We hebben gewoon een lekker tempo, denk ik. Dus hey, hoe gaat het met jullie? Ja, prima. Ja? Ja, het is een soort wandelend buffet. Ja. Ja, dat heb ik in de gaten. Jullie worden aan het eind van de rit dik. Nou, dat valt wel mee. Dat lopen we er wel weer af. Ja, dan loop je er wel weer af. Ja. Wat heb je allemaal onderweg al gegeten dan? Komkommer. Veel komkommer. En spekjes. Oké, okay, geen vette hap. Nee, valt mee. We doen het wel netjes. Of komt dat hoor. Nog? Nou, weet ik niet. Zien we wel. Ja. Hey, eerste keer voor jullie? Ja, voor mij de tweede. En voor jou? Oké. Okay. Ja. Waarom heb je besloten om mee te doen? Leuke vriendin? Ja. Is dat de reden? Ja. Dat is een goede reden. Ja.
Veel geoefend samen? Ja. Oké. Okay. Best wel. Ja, ja, best voldoende. Ik denk een kilometertje of 400. Dus oh, dat is netjes. Nou, moeten we het nu maar gaan waarmaken. Hè? Ja. En waar komen jullie vandaan? Dedemsvaart. Oké. Okay. Ja. Ja, daar kennen ze dit eigenlijk niet, hè? Zo'n grote Vierdaagse, toch? Jawel. Nou, niet zo'n grote Vierdaagse, maar ze kennen Nijmegen wel, hoor. Zo ja, toch wel? Nee. Oké. Okay. Hey, en wacht de vrijdag ook grote ontvangst van jullie? Ja, familie, vrienden. Er komt vast wel wat langs. Vast wel. Ja. Maar eerst nog uitlopen, hè? Ja, daarom. Ja. Dus, en we hebben donderdag natuurlijk de dag van Groesbeek. Zeven heuvelen. Mm-hmm. Oh, dat wist ik niet. Oh, nou, dan bereid je maar voor, want dat wordt heel zwaar. Nou, dat kunnen we wel, hoor. Maar dat gaat wel lukken, toch? We gaan het zien. Weet je, we moeten gewoon blijven lopen, stapje voor stap. Het is vast. Oké, nou, heel veel plezier nog. Ja, je moet blijven lopen inderdaad, stapje voor stapje. Dat is het belangrijkste, Gerry. Lopen en lopen en lopen. Oké, jij moet je gaan omdraaien, want anders loop je tegen wandelaars aan. Dat wordt ook weer een dingetje natuurlijk. Dankjewel, Peter. We spreken je straks weer na 9 uur. Ja, goedemorgen. Ik wilde die sfeer wel eens proeven om tussen die wandelaars te lopen. Ja, dat voelt eigenlijk best wel heel leuk aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Loopt u maar gewoon door, hoor. Als houdt u de mensen op, hè. Ja. Hé, hey, wat een gezelligheid. Oh, zo geweldig. Echt, wij komen uit België en we hadden er al heel veel over gehoord, maar dit is het helemaal. Echt waar. Ik vind dat accent van jullie zo leuk. Ja, echt. Daar word ik vrolijk van. Ik weet niet waarom. Echt waar. Geweldig. Eerste keer dat de dames meelopen in België. Ja. Wij doen de dodentocht altijd. Oké. Okay. Ja, 100 kilometer. 100 kilometer. Dus deze zou moeten lukken. Ik ken hem niet. Wat is dat voor tocht? In 24 uur. Oeh, dat is een marteling. Nee hoor. Ik val wel mee. Dus maar dit is geen marteling, dit is een groot feest. Ja, echt. Leuk is het tof, hier, hè? Ja. Kennen jullie alle dagen die er voor in vooruitzicht zijn? Ja, morgen roze woensdag. Daar hebben we ook alle attributen voorbij. Oh, wat heb je allemaal gekocht? Een roze slipje? Een hoedje. Een roze BH. Ja, echt waar. Echt waar? Ja, die Belgen zijn meestal een beetje gek, maar dat klopt wel, hè? Ja, de Nederlanders, ja. Maar positief bedoeld, hè? Ja, ja. En dan weten we het niet. Hé, hey, gaan jullie naar huis vanavond of heb je een hotelletje? Nee, in de koepelgevangenis slapen. We slapen in een cel. Ja, ik snap dat wel waarom. Dat is lekker veilig. Ja. Hé, hey, dames, maar wat een gezelligheid voor jullie, ja, toch? Ja, echt. Dankjewel. Ga je volgend jaar weer meedoen, denk je? Of eerst even afwachten? Wij moeten er wel vakantie voor op. Och jee. Opgeven, hè? Dus, maar je bent nou toch op vakantie in Nederland? Ja, dat is wel een beetje wandelvakantie. Ja. Hé, hey, dames, lekker genieten. Ja, heb je nog een kreet of zo? Toi, toi, toi. Of heb je niets leuks? Ja. Wat? Toi, toi, toi. Heb je niet een leuke kreet? Yeah, we gaan het halen of zo. Yeah, ja, ja, we gaan het zeker halen. Goed zo. Dag, dames. Ja, dag, heren. Oh, wat leuk, die Belgen. En ze slapen nog in de gevangenis ook nog. Ja, beter kun je het niet hebben volgens mij, toch? Lijkt mij ook niet. Ga je maar met de militairen mee. Dag. Ja, goedemorgen. Een plaspauze hoort er natuurlijk ook bij, hè? Ja, die hoort er zeker bij. Lucht wel op, denk ik. Ja, ja, een paar keer per dag zeker wel. Hey, onderweg heel veel te eten, heel veel te drinken. Ja, dat moet. Anders hou je het niet vol. Nee. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, eigenlijk heel goed. Ja, ja? Had ik niet verwacht van tevoren. Hoezo niet? Ik had een beetje weinig getraind. Oeh, en wat is weinig? 3 keer 25 kilometer. Dat is niks. Nee, dat is niet zoveel. Nee, nee. Maar tot nu toe gaat het goed. Je hebt er pas 10 kilometer op zitten. Nee, 15 hè? Oh, 15, 15. Oké. Okay. Ja, ja. Hey, en de komende dagen? Ja, het weer wordt goed en we komen er allemaal leuke plaatsen heen, dus dat draagt. En nou ja, we hebben gewoon zin in. En je loopt alleen? Nou, ik loop met mijn partner. Tenminste, we lopen allebei, maar een beetje zo half met, half zonder elkaar. Tempo klopt niet helemaal. Oh zo. Dus we hebben net lekker samen een bakje koffie ergens gedronken en hij is weer daar. En nou ja, ik en doe dan hem heb je even, waar ben je? Als we contact krijgen, ja, oh, ja. Ja, 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 ja. De verbinding laat nog wel eens de wensen over natuurlijk en met die drukte. Ja, nogal, ja. En waar ga je vrijdag van genieten, denk je, van de binnenkomst? Ja, nou, ik woon in Nijmegen in de zijstraat van de Gladiola en hebben wij met de buurt altijd een enorme... leuke DJ en een barretje en zo. Dus ik denk dat we daar nog 2 uur feesten en daarna door naar de finish gaan. Het is een thuiswedstrijd. Het is een thuiswedstrijd, nou, ja. Ga er lekker van genieten. En ja, ik hoop je vrijdag weer te zien. Ja, dat afgesproken. Oké. Okay. Ik ga eens even vragen bij de juffrouw van de wc'tjes of de wc's een beetje schoon achtergelaten worden. Want het is altijd maar de vraag, hè, hoe de mensen zijn. Mevrouw, u bent lekker druk aan het cleanen. Ja. Dat hoort er ook bij, hè? Zeker. Zijn de Vierdaagse lopers wel een beetje schoon? Ja hoor. Van best mee dit jaar. Ze plassen niet naast de pot, zeg maar? Nee hoor. Ik vind de wc zelfs wel heel erg klein. Dan moet hij voor bij de gemeente zijn. Dat weet ik stond net op het toilet en ik dacht, nou, hoe moet ik gaan draaien? Valt mee? Misschien is dat een teken om nog meer te lopen dat je afvalt.
Oh, is dat zo? Ja, weet ik niet. Oké, ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ja. Nee, maar op zich valt het wel mee. Nou, oké, een belangrijke taak, denk ik, hè? Denk ik wel, ja hoor. Ja, en zelf niet meelopen? Niet hier, nee, waar in Apeldoorn. Oh, die was ook wel leuk. Ik niet zeggen, hè? U mag alles zeggen, geen idee, ja. Maakt niet uit. Nee. Was die ook leuk? Die is rustiger. Rustiger. En dat is ook... Daar houdt u meer van? Daar houd ik meer van, ja. Okay. Nou, ik zou zeggen, gauw doorgaan met het schoonmaken van de toiletten, want het is wel hard nodig. Jawel, tot ziens. Dankjewel. Oké, dankjewel. Nou, tot zover, Gerry. Ja. Vanuit Els, vanuit de toiletten. Goedemorgen, waar zelfs alle militairen ook hier in volle vaart voorbij lopen. Ik heb geen idee, maar volgens mij lopen de mensen dit jaar harder als voorgaande jaren. Kan natuurlijk ook aan mij liggen. Achter de cameraman, daar staat een meneer met hele lange benen. En ja, ik vind het wel leuk. Gezellig hoor, ja, in de dag van Els. Ja, gaat het een beetje daarboven? Fantastisch, we hebben een nieuwe burgemeester, hè. Die staat hier steeds achter mij. Dus we doen het samen ontzettend goed. Mensen zijn vrolijk, we hebben speciaal een blauwe loper uitgelegd, zodat we handjes kunnen schudden. En ja, dit is nog maar het begin, dus de kop is eraf. Ja, en heel veel mensen mogen onder hun benen doorlopen. Ja, ik ben al behoorlijk over wat mensen heen gegaan. En een mooi uitzicht daarboven. Ja, zeker. Moet je eens kijken wat een enthousiasme en hoeveel mensen er foto's maken. En hoe vrolijk ze zijn. Maar er is ook erkenning. Hè. Ik heb de hele gastenlijst gezien. Dus ik ken ze bijna allemaal persoonlijk ondertussen. Ik doe dit al bijna 19 jaar. Dus ja, daar ken je de mensen ondertussen. Kijk, oh, ze gaan allemaal onder je door. Leuk is dat, hè? Even aan de andere kant kijken hoe het voelt als ze door je heen hebben. Nou, niemand loopt er doorheen. Ik loop er zelf even doorheen. Ik wil het even meemaken. Niet achterom kijken, Peter. Oh, nou dat voelt leuk. Ik loop nog even terug. Nou, dat is echt een leuk gevoel. Kijk, even kijken. Leuk meneer, hè? We are from Israel. Oké. How are you? Very good. Yeah? Yes. How was the first day? Very good. The weather is very good. Yeah. And we like it and we are make it the 8th time. Oké. Okay. Yes. And you with a big group? We are a group, yes. Oké. Okay. Have a nice day today. Thank you. Thank you very much. We lopen nog even terug. Even kijken of mensen nog er doorheen lopen. Natuurlijk. Ik ben altijd oh, deze dame. Oh, die blijft hangen. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja. Door de benen lopen van die meneer. Ja, heel leuk. Loop je ook mee? Ja. En waar kom jij vandaan dan? Uit Hoofddorp. Uit Hoofddorp? Het eindje rijden? Ja. En met wie loop je? Met mijn vader en mijn broer. En was je, oh, daar is je vader. Dag, vader. Ja. Oh, die loopt daar iets zwaarder met een hele zware tas. Sorry? Die heeft een hele zware rugtas bij. Ja. En waar is jouw rugtas? Nee, daar, bij hem zit alles erin al. Oh, wat gemeen. Ja. Dus jouw vader draagt al jouw spullen? Ja. Hé, hey, jouw eerste keer? Nee, derde. Dus je vindt het leuk? Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Wat is er zo leuk aan dan? Gewoon de sfeer en alles. Ik vind het heel gezellig. Oké, okay, nou, ja. Ga lekker genieten. Ja, dank u wel. Veel plezier. Doeg. We gaan nog een keer schakelen naar de Dorpstraat in Els. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen vanuit Elst. En ja, ik heb vernomen dat natuurlijk vanochtend Jamai het startschot heeft gegeven voor deze 103e vierdaagse. En hoe mooi zou het zijn als je Jamai toevallig daar nou ergens zou zien lopen. Het is overigens voor de eerste keer dat Jamai meeloopt. Hij loopt ook mee voor het goede doel. En ja, natuurlijk lopen heel veel mensen dit jaar mee voor het goede doel. En wie dat niet doet, loopt natuurlijk mee voor de sportiviteit, voor de gezelligheid en natuurlijk voor de sfeer en voor de fun. Mevrouw, goedemorgen. Hallo. Mag ik vragen waar je vandaan komt? Westland, Gravenzande. Oh, loop maar gewoon een stukje mee hoor. Wat zie je er goed uit? Dankjewel. Leuk pakje aan. Dankjewel. Ja, hey, de eerste keer dat jij meeloopt? Tweede. Ja. En goed geoefend neem ik aan. Ja, zeker. We gaan het wel halen, denk ik. Hé, hey, wat is nou degene, er zijn mensen bij die oefenen helemaal niet. En die zeggen, ik heb dat helemaal niet nodig, ik loop het met een makkie. Nee. Staat dat niet? Nee, ja, voor mij niet. Nee? Nee, ik moet wel echt oefenen hoor. Waarom? Ja, weet je, gewoon je benen. Nee, ja, ik kan het niet zonder te oefenen. Heb je wel eens blaren onderweg? Nee, bijna niet. Nee. Dat komt door het goede oefenen natuurlijk. Ja, dat komt door het oefenen, En goede schoenen. En goede schoenen. En goed eten en drinken. Ja. En dan ga je het wel redden. Jawel, hè. Hey, ja. En onderweg hoor ik allemaal dat je tot nu toe al die kilometers die je gelopen hebt, al ja, van alles hebt gekregen. Eten, drinken, veel fruit. Ja. Fruit, water, kinderen staan met snoepies, met... Want we zijn in de Betuwe. Ja. Waar staat de Betuwe bekend om, weet u dat? Ja, om het fruit. Oh, toch wel? Om de kersen, ja, maar ja. Die hebben we nog niet gehad, hoor. Kersen? Nee. Ik maak die vroeger altijd oorbellen van. Ja. Ik heb mijn oor. Ik hou niet van kersen namelijk, vandaar. Nou, ik wel, maar... Dan ga lekker genieten en ik hoop dat je vrijdag op tijd binnen bent. Ga ik zeker. Dankjewel. Dankjewel.
Nou, leuk. Je krijgt fruit en kersen. Ja, ik weet nog vroeger dat ik oorbellen gebruikte met die kersen. Ik weet ook niet waarom. Maar goed. Ja, ja, sorry. Ja, kom zomaar even op. Helemaal goed. Okay, nee, maar moet je kijken wat een leuke, wat een gezelligheid hier, Gerrit. Dat is echt geweldig. Ja, goedemorgen. Ik loop naar voren. Ik kan het wel kijken. En naar achter en weer naar voren. Nou, laten we dat maar niet doen. Maar wat een gezelligheid op de radio en wat een gezelligheid hier ook in Elst natuurlijk. Oh, ik zie hier meneer lopen, het loopt een beetje moeilijk. Meneer, goedemorgen. Goedendag. Waar komt u vandaan? Nou, hier het land. Wat zegt u? Uit land. Ja. Hé, maar gaat het goed? Ja, prima. Ik heb het idee dat u een beetje moeilijk loopt, of niet? Ja, heel moeilijk. Ja, oké. Okay. Doe rustig aan in ieder geval. Ja, fijn. Ja, die meneer loopt een beetje moeilijk en de cameraman ging ook een beetje moeilijk volgens mij. Het valt ook niet mee door al die drukte natuurlijk hier. Hé, dames, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja, waar kom je op weg? Ja, zeker. Ja. En hoeveel kilometer? 40. Toppie, toppie. Ja. Ik ben trots. Ja, ik ook. Ja. Waar komen jullie vandaan? Uit Den Ham. Oké. Okay. En hoe ze vliegen? Omen. Ja, 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 jij dacht al, die Peter, die weet dat natuurlijk niet waar dat ligt, hè? Ja. Hé, maar hoe gaat het vandaag tot nu toe? Goed. Ja, even eronderdoor. Kijk uit, de cameraman. Oh, even eronderdoor. Even eronderdoor. Ja, goed zo, goed zo. Ja, het is ook zo druk vandaag hier op die route. Echt wel. Ja, hé, maar goed geoefend of niet? Ja, ik heb veel getraind. Veel getraind. Ik heb echt serieus aan gewerkt. En wat is veel trainen? Nou, toch wel elk weekend. Ieder weekend? Ja, elk weekend. Ja. Ja. En gaat het vrijdag lopen helemaal goed denken? Dat hoop ik. Ja? Daar ga ik voor. Oké, nou, ik ga je vrijdag zien daar. Ja, is goed. Succes. Ja. Jullie ook. Het is echt druk hier midden in de route. We gaan eens even kijken. Oh, de militairen komen ook nog langslopen. Dag mevrouw. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, geweldig. En de zon begint op. De zon schijnt niet. Nee, maar het is zo lekker. Kijk, lekker dat kunnen we anoniem. Zien. Lekker anoniem. Ja, zwaai even naar de mensen thuis. Dag. Ja, waar komt u vandaan? Dordrecht. Dordrecht? Ja. En hoe is het hier in de omgeving? Ja, geweldig. Het is één groot feest. De eerste keer, maar het is geweldig. Ja, wat is er nou zo leuk aan die Vierdaagse? Nou, gewoon genieten. De sfeer onderweg. Onderweg is geweldig. Ja, en jij loopt alleen? Oh, je loopt met z'n tweeën. Nee, oh, kom tweeën. Er even bij. Gezellig. Hey, hoe gaat het met u? Ja, prima. Hartstikke goed. Goed geoefend. En waar slapen jullie dan? In de camper. In Malde. Op de camping? Op de camping, ja. Met z'n tweetjes gezellig. Tweeën, in de camper. In de camper. En wat doen jullie nu na afloop? Dan kom je aan op de wedrennen dan? Dat weten we nog een biertje, niet. Een biertje, een biertje. Maar dat wilde ik dus horen. Ja, zien we het wel. En daarna zien we het. Niet de stad in s'avonds toch? Nee. Dat gaan we niet redden. Nou, ga gauw doorlopen. Ja, misschien tot vrijdag. Tot ciao. Ieder jaar wordt het gezelliger en ieder jaar wordt het volgens mij alleen maar drukker en drukker. Maar dat hoort ook zo. En moet je kijken, de terrasjes, ze zitten helemaal vol. Ook al is het niet echt zonde of een grote, maar iedereen wil alles van die Vierdaagse meekrijgen. We gaan eens even kijken. Oh, die mensen zitten een beetje ver weg hier. Ik vraag me af waarom. Hey, goedemorgen. Morgen. Jullie zitten wel een beetje ver van de route vandaan. Nou, ik ben aan het wachten op mijn vrouw. Oh. Want die, ik zeg, dan zit ik hier. Ja, maar de rest van de mensen die lopen daar. Ja, klopt wel. Maar als je daar gaat zoeken... Kun je elkaar niet vinden, hè? Ik heb 10.000 koppen gezien. En waar komt uw vrouw vandaan? Maasbracht, Limburg. En u ook? Ik ook, ja. En verblijft u hier de hele week? Wij staan op een camping aan de Waal. Waarom toch op die camping? Wat is er zo leuk aan de camping? Ja, we doen al jaren kamperen. Ja, hey, maar uw vrouw is een diehard en u zit hier. Ja, maar ik heb kunstknie, kunstenkel. Oh. Ik zou graag meelopen, maar... Ja, u kunt niet meelopen. Ik heb vroeger wel Kennedy-marsen gelopen en dat soort dingen. Deden we samen. Maar ja. Sinds 25 jaar gaat het niet meer. Hey, en uw vrouw komt zo hier. U heeft er wat lekkers meegenomen voor haar? Nou, ze heeft het zelf ingepakt. Nah, dat is toch slecht hoor. U mag al een beetje ondersteunen. Ja, maar dat doe ik ook wel. Ik neem dat mee op de fiets. Hè. Oh ja, dat is ook al heel wat. Ja. Nou, ik hoop dat uw vrouw zo meteen snel komt. Ze had een laatste start in Nijmegen. Dus, okay. Nou, nog even ik wachten. Ik denk dat het nog een half uurtje duurt. Oké, okay, nou veel plezier in ieder geval vandaag. Ja, daar hoort er ook bij, hè, dat het thuisvol natuurlijk zit te wachten. Zullen we eens even hierheen lopen, kijken hoe het hier gesteld is bij de mensen. Dag, goedemorgen. Lekker aan het genieten? Ja, ja. Lekker fris, hè? Ja. Hey, ja. Maar kunt u de wandelaars wel een beetje zien? Goed genoeg. Ja. Dat is mooi gelopen ooit bij de Vierdaagse? Ja, 100 jaar geleden, toen ik in militaire dienst zat. Oké, dat is heel lang geleden. Ja. Nou, lekker het genieten van het terrasje. Ja, lekker, hè? Ja, nou, geniet ervan. Dankjewel. Ja, je hoort het, hè, Bart, de mensen die zijn volop aan het genieten. En ja, zo hoort het volgens mij ook. Ja,
Ja, heel leuk. Ik sta hier bij wat mensen. We staan midden op de route en iedereen loopt lekker langs ons heen. En jullie komen uit Groningen. Groningen. En het is jouw eerste keer, hè? Het is mijn eerste keer. Hoop ik dat ik hem uitloop. Ja, want... Vorig jaar ben ik gestrand in Kuik. Hoe komt het? In Kuik? In Kuik. Op de laatste dag? De laatste dag. Hoe voelde dat? Heel zwaar. Nou ja, piep. Wat was de reden? Een zweepslag. Oh, ja. Dan kun je er niks aan doen. Nee, het was heel vervelend. En nu goed geoefend? Ja, goed geoefend. Speciale kousen aan. En hoe doe je dat in Groningen goed oefenen? Zijn er leuke plekjes om te oefenen? Ja, bij Groningen is er genoeg ruimte. Dan loop je van Groningen naar Friesland en weer terug? Ja, naar Drenthe. Friesland. Mm. Nee. Friesland, nee, dat is niks. Wat is er niet goed met Friesland? Ja, weet niet. Er zit een van de muurtjes of zo. Oké. Okay. Ja, mooiste plekje, hè? Ja. Mooiste plekje in Friesland is altijd de bus, altijd naar Groningen. Hey, en u loopt al voor de 8e keer? Ja, klopt. En u komt ook uit Groningen? Ik kom ook uit Groningen. Hey, maar waar is dat accent van jullie? Dat ik je wel even vertel. Oh, u gaat mij dan wel even vertellen. En hoe leuk voor de 8e keer. Praat maar gewoon uit Gronings. Hoe gaat het vandaag? Gaat hartstikke goud. Ja, gaat hartstikke goud. Ja. Oké, dat is heel mooi om te horen. En de dag van vandaag is leuk, de dag van morgen is leuk. En de dag van Groesbeek, hoe kijken jullie daar tegenaan? Dat vind ik het allerleukste. Ja? Ja. Maar is die niet de zwaarste dag, die dag van Groesbeek? Ja, wel, maar de omgeving, de militaire speel daar, grandioos. Oké, okay. En dan hebben we natuurlijk de vrijdag, hè, de laatste dag. Ja, dan ga ik naar, ren ik haast naar Malden en daar staat mijn man en dan... Ben ik helemaal blij. Okay. Zeggen ze Groningen dat je, in zijn Gronings dat je heel erg trots bent op de Vierdaagse van Nijmegen? Ik loop voor de 8e keer de Vierdaagse van Nijmegen. En ik ben er super trots op dat ik daar dank in. Zij doet het voor de eerste keer. Vorig jaar uitvallen. Hij voor de eerste keer. Maar we gaan ervoor. Samen lukt ons dat wel. Ja. Dat vind ik een hele goeie. Hé, hey, mevrouw, dames, meneer, succes. Ik zou zeggen, vervolg jullie route. Oké, okay, bye bye. Ja, uitgerust worden moet zeker. Hé, hey, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Hoe gaat het met jou dan? Goed. Hoe oud ben je? 12. Stoer hoor. Ja. En dan de Vierdaagse lopen? Ja. Hoeveelste keer? Eerste. En hoe bevalt het tot nu toe? Leuk. Ja? Ja. Heb je een beetje goed geoefend? Ja, een beetje. Beetje? Ja. Waarom kijk je naar je vader? Omdat hij ook een keer mee is geweest. Dus... Okay. En ik weet niet of het veel of weinig was. En hoeveel kilometer hebben jullie gelopen samen? Of veel kilometers geoefend? Nou, misschien 100, 120 kilometer of zo. Oh. Hé, hey, maar even een vraag. U bent heel lang en jij bent heel klein. Hoe gaat dat met samenlopen dan? Nou, hij loopt een behoorlijk goed tempo, dus dat gaat best goed. En jij houdt je een beetje in? Ik hou me een klein beetje in. Hé, hey, en waar komen jullie vandaan? Groesbeek. Groesbeek. Ik hoor niet echt heel veel Groesbeeks aan jullie stem. Oh. Een manier? Nee. Ben je niet geboren in Groesbeek? Ja, niet geboren. Maar in het ziekenhuis geboren. Oké, okay, dat is toch Nijmegen dan, hè? Ja. Hé, hey, en 4 dagen ga je lopen. Wat wordt de leukste dag, denk je? Donderdag. Ja, want dan kom je langs huis. Ja. Dan woon je ook aan de route? Nee. Niet. Waar woon je precies in Groesbeek? Binnenveld. Oké. Dus alle familie staat komende donderdag op jullie te wachten? Ja. En allemaal cadeautjes al en zo, of dat niet? Dat vrijdag. Vrijdag. Oh ja, heb je een verlanglijstje gemaakt? Of hoort dat niet bij de Vierdaagse? Nee. Nee? Alleen maar bloemen? Denk ik. Oké. Nou, ik hoop dat je het uit gaat lopen. En u doet ook mee? Ja, met mijn zoon. Oké, en hoe oud ben jij? 12 ook. Wat zijn jullie van elkaar vrienden? Ja. En ook de eerste keer? Ja. Goed geoefend? Ja, voor wat oefenen is wel, ja. En wie van jullie twee gaat als eerste uitvallen als er iemand uit gaat vallen? Niemand. Jij? Niemand. Nee, nee, maar als je moet kiezen? Niemand. Kijk eens. Nee. Hij wijst naar jou. Jij wordt veel eerder uit dan Boris. Ja, we gaan geen ruzie maken, laten we het niet gaan doen. Succes allebei nog. Nou, het gaat hier heel goed in Elst. En wat een versnaperingen krijgen wij allemaal tussendoor, zeg. Ja, dat doen wij hier als de provincie Gelderland. Voor natuurlijk alle lopers van de Vierdaagse. En natuurlijk ook voor jullie. Ja, daar zorgen we ook heerlijk. Voor. Is toch geweldig? Hé, hey, maar wat een menigte, hè? Ja, fantastisch. Het is net of dat je pen in je nek krijgt. Van al die mensen die hier voorbij komen. En het is net of dat het ook niet ophoudt. Nee, het houdt ook echt niet op. Het houdt niet op. Maar nogmaals, ze zien er allemaal heel vrolijk en fris uit. Dat is de eerste dag, hè? Laten we hopen dat het zo blijft. Want waar staan jullie vrijdag? Wij staan vrijdag in Malden. Oké.
In Malden zijn wij aanwezig. Zouden ze dan nog net zo fris en fruitig zijn als nu, denk ik? Ik denk dat het iets moeilijker zal zijn, maar er zullen er heel veel overblijven. En die komen er best wel. Komt goed. U zorgt voor de versnaperingen en de wandelen zelf? Voor mijzelf versnaperingen? Ja, nee, wandelen. Wandelen zelf. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorig jaar in dubio gestaan om het wel te doen. Maar? Maar bij nader inzien dacht ik bij mezelf van, toch maar even wachten. Ik wil zeggen, maar, welke smoes wel had u? Maar... Ik heb geen smoes gehad. Nee, ik heb gewoon gezegd van, nou, ik doe het toch maar even niet. Maar mijn zoon wel. Mijn zoon is dit jaar voor de allereerste keer gaan lopen. Ik heb net nog een appje van hem gehad. Heeft ruim 40 kilometer er al op zitten. Okay. Gaat de goede kant op. Hij is al voorbij geweest. Hij is voorbij geweest. We hebben hem ook versnaperd. Ja, dat helpt wel. Ik moet zeggen, het was wel heel erg lekker hoor. Ja, goed zo. Okay. Ja. En je geniet er nog lekker van. Jullie maakt er wat moois van vandaag. En jullie ook. Hele fijne dag. Dankjewel. Okay. Ik ga eens even kijken nog op de route of we nog wat mensen aan de mouw kunnen trekken. Oh, ik dacht dat die man een biertje had, maar dat was natuurlijk niet zo. Hé, hey, hier, eens even kijken. Mevrouw. Goedemorgen mevrouw. Goedendag. Hallo, hoe gaat het met u? Ja, top hè. U was heel zo goed. Lekker rond aan het kijken. Ja, allee. Ja. Gaat goed? Ja, heel goed. Ja? Ja. Hey, hier krijgt u lekkere versnaperingen. Zit in een yoghurtje? Nee. Nee, u zit al vol? Ik heb net bij een kennis heb ik net koffie gedronken en druifjes gekregen. Dus niet te veel eten. Hey, u loopt alleen? Nee, ik loop samen met een vriendin van 6, dat weet ik niet meer. Ja, er lopen zoveel mensen, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, u loopt een klein stukje mee. Hey, waar komt u vandaan? Uit Westervoort, bij Arnhem. Oh, dat is heel dichtbij. Ja, ik slaap ook gewoon thuis. Okay, en dit is de eerste keer dat u meeloopt? Achtste. Ja. En waarom loopt u weer mee? Omdat ik het ontzettend leuk vind. Ja, u straalt ook. Ja, ik vind het echt een feestje. Je loopt van het ene feestje naar het andere. Ik vind het echt geweldig. En straalt u vrijdag ook nog? Ja, dubbel. Zeker als daar die zit allemaal over. Ja, dat is een leuk en lekker gevoel altijd. Hè? Ja, heerlijk. Ja, dat is echt geweldig. Ga uw vriendin snel opzoeken. Ja, en ik wil zeggen, tot vrijdag. Jo, tot vrijdag. Dankjewel. Wat worden de mensen hier allemaal enthousiast aangemoedigd, zeg. Moet je eens kijken, deze mevrouw, kijk. Hey, wat ben je enthousiast bezig? Ja, ik vind het geweldig, joh. Die mensen allemaal, die lopen. Zoveel moeite. Ja. Moet je ze even lekker aanmoedigen? Nou, doe het eens voor dan, laat eens zien. Hey, kijk. Hoppa, je kan het. Ik geef je ook nog eens moed, spreek je ze er moed in. Ik zeg, je kunt het, want er staat op, je kunt het. Oh ja, je kunt het. Nou kom maar even nog door. Even kijken. Ik vind het een goed initiatief. Je kunt het, hè. Hey. Hartstikke goed. Toppertjes zien jullie allemaal. Tikke baan. Het helpt allemaal wel natuurlijk, hè. Dus eventjes gaan kijken hier naar wat mensen die aan het lopen zijn. Dag mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Nou, eigenlijk niet zo goed. Ik heb een pijnlijke teen en dat is heel vervelend. Welke teen is het? Nou, de teen naast mijn dikke teen. Dat is een hamerteen. Hoe komt het? En ik loop op mijn nagel, omdat ik vroeger niet maat 42 wilde, denk ik. Okay. Ik dacht, dan krijg ik nooit een vriendje. Nee. Schoenmaat 42, toch? Oh, is dat de reden? Ik denk dat het is. Dus dan wrong ik mij in een schoenen van 40. Dus die tenen zijn zo gaan staan. Oh, jee. Nu heb ik een lieve man, dus ik had het dat gewoon nooit moeten vragen. Ja. Nee, zie, het komt altijd goed, hè? Ach, wel, ja. U loopt alleen? Ja. Okay. Mijn vriendin heeft me in de steek gelaten. Die zou meelopen, maar heeft het af laten weten. Had ze geen zin? Nou ja, dat lukt haar gewoon niet. Wel één dag, maar vier zag ze niet zitten. Nee. Maar er zijn allemaal mensen, dus je loopt niet alleen, hè? Nee, je komt iedereen tegen. Daarom. Een gezelligheid aan de kant. Hey, maar gaat het wel lukken tot vrijdag? Ja, het komt helemaal goed. Gaan we het afspreken? Wat karakter, hè? Friesen, hè? Friesen. U komt uit Friesland. Ik had net mensen uit Groningen. En ik zeg, loop je wel eens naar Leeuwarden? Maar die vonden die Friesen niet zo aardig. Nou, wij vinden Groningers ook fantastisch. Fijne dag nog in ieder geval. Hè? Geniet ervan. Nou, het is toch wat als je last van je teen hebt. Volgens mij loopt dat niet zo heel erg makkelijk. Maar geen idee. De echte diehards, die gaan volgens mij gewoon door, Bart. Dat denk ik ook. Maar inderdaad, het is bijna lopen op je tandvlees volgens mij dan hoor. Ja, de blauwe gezelligheid inderdaad. Het blijft blauw. Ik zie ook al een beetje roze lopen tussendoor. Alvast voor morgen, voor die roze woensdag natuurlijk. En ze blijven maar komen. Ik denk, waar komen ze toch vandaan? Ik hoor net al mensen zeggen, hoeveel heb je ze al geteld? Nee, natuurlijk heb ik ze niet geteld. Het zijn er duizenden die hier gewoon lopen via de Dorpsstraat in Elst. En ondertussen al helemaal via Bemmel en via Huissen uiteindelijk weer via Lent naar Nijmegen gaan. Mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Prima, hartstikke goed. En u bent erop gekleed, hè, in het blauw. Ja, zeker, maar daar ben ik altijd. U bent altijd in het blauw? Ja, altijd. Morgen niet in het roze? Nee. U houdt niet van roze? Jawel, en ik sta er ook helemaal achter. Maar, toch morgen in het blauw. Ik heb geen roze shirt. Oh, dat is het. Hey, hoe gaat het? Helemaal super, hartstikke goed. Eerste keer, tweede keer? Dertiende keer. Dertiende keer. En het gaat altijd met gemak? Ja, eigenlijk wel. Hoe komt dat? Ja, goed trainen. Ja, dat is belangrijk. Dat is ook makkelijk.
U loopt makkelijk. Ja. En met z'n tweetjes? Ja, we hebben elkaar vanmorgen getroffen bij de start. Jullie kennen elkaar helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee. Dat is leuk. Ja, zeker. Dus twee nieuwe vriendinnen erbij. Ja. Ja. Josien en Josephine. Josien en Josephine. We laten het zien. Ja. Hey. En waar komt u vandaan? Ruurlo. Achterhoek. En u komt uit? Hees uit Brabant. Nou, dat is een leuke combinatie. Jawel, hè? Gaat wel goed. Gaat heel goed. Zo kan het ook gaan, hè? Dat je elkaar gewoon ontmoet bij de start. Loop je alleen? Ja, ik loop alleen. Zullen we samen lopen? Ja, we lopen samen. Dat ging gezellig eigenlijk, hè? Ja. Wat leuk. Ja, zeker leuk. Jullie hebben hetzelfde, even lang, hetzelfde tempo. Ja, gaat helemaal goed. Leuk zeg. Ja. Nou dames, ik zou zeggen, pak elkaars hand en dan loop samen even weg. Dat vind ik wel even leuk. Oh, ja. Zo gaat dat met de Vierdaagse. Tot ziens, hè. Doeg. Ja, goedendag. Nog steeds vanuit de Dorpsstraat in Elst. En de ene wandelaar, ik ben geen wandelaar, de ene die op de weg staat op de route, daar ben ik onder andere. En wat een mensen, wat een menigte. Kijk toch eens, wat een gezelligheid. Ik zie hier een mevrouw lopen en nog een mevrouw lopen. Ik zie hier een jonge man lopen. Hey, goeiedag. Hallo. Hoeveel keer loop jij mee? Voor de eerste. Hoe gaat het? Goed. Ja, loop maar een klein stukje mee hoor, want anders moet je stoppen en dan kom je nooit binnen natuurlijk. Nee. Maar je bent heel klein. Oh ja. Klein en fijn. Ja, denk ik dan. Hoe oud ben je? Ik ben 14. 14, oké. Okay. Hey, en waarom loop je mee? Gewoon voor de lol. Voor de lol? Ja. En met wie loop je allemaal? Met mijn vriend en met de zusje van de vriend. Oh, wat gezellig. Mm-hmm. En heb je een beetje geoefend? Ja hoor. Ja? Waar heb je geoefend? Gewoon rond Nijmegen. En, okay. Je komt uit Nijmegen? Ja, uit Nijmegen-Noord. Nijmegen-Noord? Ja. Oké. Okay. En hoe vind je de sfeer langs de kant van de weg? Ja, gezellig. Ja, wel hè? Ja. En hebben jullie met z'n allen nog iets bedacht als er eentje uitvalt? Ga je dan allemaal stoppen of dan gaat de rest gewoon door? We vallen gewoon niet uit. Je valt gewoon niet uit? Nee. Waarom niet? Gewoon houden we wel vol. Jullie zijn echte diehards met z'n allen. Ja. Nou, veel plezier, geniet ervan. Ja, dankjewel. Echte diehards. Ik merk wel dat mensen die heel jong zijn, 12, 13, 14, die lopen gewoon met gemak. Die hebben geen blaren, die lopen gewoon door. Nou, ik vind het ongelooflijk. Eens even kijken hier. Dag meneer, goeiedag. Goeiedag. Waar komt u vandaan? Uit Roosendaal, vlakbij Roosendaal, zeg het. Oké, en hoe gaat het vandaag? Dat gaat prima. Ja? Ja hoor. U straalt helemaal. Tuurlijk. Ja, daar is leuk. Goeie weer. Ja, lekker. Oh, is het nou echt prima wandelweer? Ja, dit is heel goed wandelweer. Ja. Het eind van de week wordt het zo'n 26 graden. Ja, dan is dat nog net te doen. Zolang dus maar geen 30 of hoger wordt, dan vind ik het prima. Nee, hey, hoe bent u voorbereid? Nou, af en toe een tochtje lopen. Ja? Ja. Oké. Okay. Hey, en hoeveelste keer loopt u mee? Dit wordt de negende keer. Negende keer? Ja. En ook alleen? Nee, we zijn met... hele groep? Hele groep, met vieren. Jullie lopen niet allemaal samen tegelijk? Nou, ongeveer, daar loopt er één. Maar inderdaad, probeer wel een beetje eigen tempo aan te houden. En nog een beetje toegejuicht langs de kant van de weg? Dat gebeurt. Ja. Ja, familie, vrienden? Nou, nee, vandaag niet, maar het zijn andere dagen wel. Een beetje te ver weg, hè, Roosendaal? Ja, dat is een rijtje rijden, ja, klopt. Ja. Nou, ga lekker genieten en tot vrijdag. Ja, bij de nieuwe burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Ik was vanochtend ook bij u. Ja. Hoe gaat het? Ja, super. Ja, dit is echt een belevenis op zichzelf. Echt, top. Bent u blij dat u burgemeester bent, nu, van Overbetuwe? Nou, dat was ik al, maar dit maakt het echt een extra feestje. Ja. En de drukte blijft maar komen, heeft u ze geteld? Ongelooflijk, nee. Ik heb gehoord dat het er rond de 45.000 zijn die lopen. Maar het is ook niet te tellen. Zijn er veel mensen uit de gemeente die meedoen? Ja, het fijne is natuurlijk dat wij t-shirts geven. Dus dan zie je al aan de kleur als ze hem aan hebben dat ze uit de gemeente komen. Er waren er ruim 300 vrijdagavond toen we ze gingen uitdelen. En dan op maandag kunnen ze ook nog halen. En je ziet het steeds meer. De buurgemeente heeft ook blauwe t-shirts uitgedeeld. Dus het is heel veel uit de regio, maar ook van verder buiten. Ik heb volgens mij zeker wel 15 landen voorbij zien komen. Met vlag waar je het dan aan ziet. Hè. Ja, het is heel bijzonder. Ja. Jullie zijn echt helemaal in het mooie felle blauw. Ja. Ik vind het op de route een beetje tegenvallen met de mensen die in het blauw gekleed zijn. Nou, het is natuurlijk pas voor het derde of het vierde jaar. Hè? Dus we maken wel extra elk jaar daar aandacht voor. Daarom staan we als college natuurlijk ook blauw met de blauwe loper in plaats van de standaard rode. Hè? En vandaag is blauw, staat hier ook. En een blauw raamwerk. Voor een selfie of een foto. Super. Ja. Dus, en dat, je ziet wel dat het steeds meer gaat leven. Dat mensen toch iets blauws aan doen en dan denken, hey, dus het wordt een onderwerp op zichzelf en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja, blauwe dinsdag, start in Overbetuwe en in Elst staan we u allemaal aan te moedigen. En ik denk een hele mooie start wat het weer betreft, de gemoedelijkheid. Geweld. Ja, echt top. Ja. Ik zou zeggen, geniet er nog even van. Ik geef het raamwerk terug aan u. Ja, dankjewel en misschien tot de volgende keer. Okay,
Nou, dat was de burgemeester natuurlijk. En tot zover deze bijdrage vanuit Elst, de live reportage. Morgen zijn we er natuurlijk weer bij vanaf 9 uur. Dan staan we met de hele ploeg in Wijchen. En zullen we ook de live registratie volbrengen van de tweede wandeldag van de 103e editie van de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Ik ga nog even de lopers aanmoedigen. Tot de volgende keer.